Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today, I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. Een rol die Nederlandse kooplieden, bankiers en de regente elite hebben gespeeld in Guyana is helemaal niet aan de orde gekomen. De premier heeft de excuses aangeboden in Nederland. Onze opinie is en blijft dat hij ze in Suriname had moeten aanbieden. In perspectief is gesteld dat in 1 juli 2023 dat de koning in Amsterdam een activiteit zal houden. Maar ik denk dus dat wij door tussenkomst van meneer Rutte de koning wel in overweging moeten geven om de excuses in Suriname te komen aanbieden voor dat slavernijverleden. Wat heel duidelijk is geweest in deze speech is de kwestie van de erkenning. Dat is heel duidelijk geweest. Dat moet verder worden uitgediept. Wat volledig ontbrak in deze speech is de verantwoordelijkheid en vooral de aansprakelijkheid. Daar willen wij ook nog over praten. Wat bedoelt u daarmee? Als je erkent dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, dan is de volgende stap dat je zegt van ik ben ervoor verantwoordelijk, wij zijn ervoor aansprakelijk en we gaan dan praten over hoe je dat gaat herstellen. Zijn u van die inheemse? Ja, inderdaad heb ik het over herstelbetalingen. En gaat dat, was dat van de inheemse meneer? De prijs die u heeft berekend van een aantal jaren geleden? Nou kijk, je hebt natuurlijk inzichten die die steeds wijzigen. Wij stellen dat een mensenleven kan je niet in geld uitdrukken. En dat betekent dus dat je op een bepaald moment komt tot in welke termen moet je denken. Wij denken niet in honderden miljoenen. We denken dat er een fonds moet komen uiteindelijk dat gaat liggen in termen van miljarden. En daar willen we over praten. Wat zei je van de inheemse? De inheemse zijn niet meegenomen in dit verhaal. Terwijl degenen die als eerste tot slaaf gemaakt zijn in Suriname, dat zijn inheemse geweest. Ben je tevreden met de excuses? De excuses betekent, dit betekent dat er een stap vooruit is gemaakt. De Nederlandse premier heeft de excuses aangeboden. En dat is een stap vooruit. Punt is wel dus dat wij zeggen responsibility. Uw vraag dezelfde vraag. Dank u wel.